Alweer een paar jaar geleden heb ik een keer ergens heidehoning gekocht. Hele lekkere honing. Houdbaar tot april 2017. Daar zijn we overheen, dus laatst kwam ik erachter dat die honing is gaan gisten. Aangezien ik het eeuwig zonde vond om de honing weg te gooien, dacht ik, wat zullen we eens met die honing doen? Ik ben geen tegenstander van alcohol, dus toen dacht ik, als we dan wodka nemen en die mengen we op met die heidehoning, dan krijg je dus iets wat er ongeveer zo uitziet. Onderin liggen de suikerkristalletjes nog, dus ik moet verschillende keren roeren om die helemaal opgelost te krijgen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een paar keer geproefd en echt lekker. Als iemand mij de komende 3 dagen zoekt, ik lig waarschijnlijk in mijn bed of onder mijn bed of ergens halverwege de gang of zo. Maar het is echt lekker en ja, mocht je een keer een potje honing hebben wat gaat gisten, is dit alvast iets wat lekker is. Wat ik niet zeker weet is of het gistingsproces nu doorgaat in de fles. En of er dan een of andere ongecontroleerde situatie ontstaat of zo. Maar ja, nodig wat vrienden uit zou ik zeggen. Maak er een wodka honingavond van en je hoeft niks weg te gooien. Groetjes!